Het is druk op de toekomst onder de rook van de Amsterdam Arena, waar Ajax het initiatief neemt in het begin van de wedstrijd. Met hier vanaf de linkerkant Babies Roof. Daar zit de doelvrouw van Twente, Sarie van Veenendaal, even mis en loopt de aanval door van Ajax. Maar hier komt diezelfde Roof net te laat. En dat is dan ook weer de verdienste van de goed verdedigende Feliciane Minnaar. Ook aan de andere kant de dreiging van Twente met onder andere Sirida Spitsen en deze Janice van der Zanden. Gaat de 16 binnen. Het is een aardige kans. In de tweede helft stoomt Twente meer op. Krijgt het vertrouwen dat het de kansen kan creëren. En is dit Sherida Spitsen. Schiet hem maar. Oh ja hoor, hij zit erin. Wat een schitterende goal. Leone Stendler te ver voor haar goal. En Sherida Spitsen vanaf zo'n 35 meter. Via de onderkant van de lat binnen. Twente voor met 0-1. Lange bal van Veenendaal. En weer Sherida Spitsen. Die heeft het vertrouwen goed afgegeven naar Janice van der Zanden. Het is een mooie actie. Naar binnen. Zou dan voor moeten geven, maar dan gaat ze voor eigen succes. En stuit ze op Stendler. Ajax dan op jacht naar de gelijkmaker. Met invalster Shelley Drost. Die hier in tweede instantie in balbezit komt en kan schieten. Maar ze heeft het vizier niet op scherp staan. En zo gaat FC Twente een overwinning boeken. Een belangrijke zege na de nederlaag tegen Den Haag. Dit is de laatste kans van de wedstrijd. Dekker is net te laat. Maar het is goed. Twente wint met 0-1. En dat door die schitterende goal van Sherida Spitsen. Ja, dat is mijn kwaliteit. Mijn passing en mijn schoten van afstand. En ik denk, probeer het een keertje. En hij gaat erin. Dus ja, het is alleen maar mooi voor het team en ook natuurlijk voor jezelf.